Laten we weer eens beginnen met de uitleg van hoe het er nu aan toe gaat. Want er is altijd anders. Succes. Krijgen de vragen over. Dus we hebben het op een rijtje proberen te zetten. En dan proberen we het uit te leggen. Zowel in de Eredivisie Dames als in de Bad City Eredivisie Mannen bestaat het seizoen 2023-2024 uit drie fases. Fase 1 was de reguliere competitie. We zitten nu in fase 2. Alle teams spelen weer één keer thuis en één keer uit tegen elkaar. Opnieuw komt hier een ranglijst uit die dient voor fase 3. Fase 3 is de finale fase. Nummer 1 en 2 uit de A-pool zijn vrijgesteld voor de kwartfinales. Nummer 3 van de A-pool treft nummer 2 uit de B-pool. En nummer 4 uit de A-pool neemt het op tegen nummer 1 uit de B-pool. Vervolgens kruisen de winnaars van de kwartfinales tegen de nummer 1 en 2 van de A-pool voor de halve finales. Waarbij de nummer 1 en 2 het thuisvoordeel hebben. De winnaars van de halve finales strijden in de finale. Wie die duels wint is kampioen van Nederland. Een verschil tussen de dames en de mannencompetitie is dat de dames zowel de kwartfinales als de halffinales spelen in twee wedstrijden, 1 uit en 1 thuis. Indien het 1-1 in overwinning wordt, volgt er een golden set. De finales worden gespeeld in een best of 3. Het eerste team dat dus twee wedstrijden wint, is landskampioen. In de Bad City Eredivisie Mannen worden er meer wedstrijden gespeeld. De kwartfinales in een best of 3, twee gewonnen wedstrijden dus. De halffinales en finales worden in een best of 5 gespeeld. Het team dat in de halffinales dus als eerste drie wedstrijden wint, is door naar de finales. En in de finale mag het team dat als eerste drie wedstrijden weet te winnen zich kronen tot het beste team van Nederland. Mondje vol. Wat vinden jullie van, laten we loslaten dat het altijd verandert, maar wat vinden jullie van deze opzet met knock-out fases, kwartfinales, halffinales, finales? Ik vind het geweldig. Ja? Ik ben heel blij dat nu ook die B-pool die eigenlijk boos nergens meer omspeelde, dus nog mee kan doen om de prijzen. Daardoor maak je wel de eerste 18 wedstrijden minder belangrijk. En dat vind ik nog wel kwalijk. Daar moet nog een keer goed over nagedacht worden. Dat belangrijker gemaakt wordt in het doorspelen verder. Omdat je nu te veel ziet dat als oefenwedstrijden beschouwd worden door veel teams. En hoe zou je dat belangrijker kunnen maken? Dat je meer punten meeneemt. Of zelfs de uitslagen meeneemt. Kijk, het verschil tussen nu eerste worden of derde is 2 punten. Ja, dat is natuurlijk bijna niks. Als je nou gaat kijken naar hoe die teams onderling hebben gespeeld. En volgens mij nemen ze in Duitsland de helft van die punten mee of zo. Dat je dat zwaarder laat wegen. Zodat het moeilijker is om dan eventueel in te halen in die B-pool. Of de A-pool in die tweede fase. Maar dan maken we de eerste wedstrijden wat belangrijker en interessanter, denk ik. Hoe kijk jij naar Ruben? Ja, nou, ik kan Mark daar goed in volgen. Ik probeer me ook een beetje in de spelers te verplaatsen. En dan is er een categorie spelers die echt leeft voor volleybal en daar ook zijn beroep voor heeft. Maar er zijn ook clubs waar de spelers overdag gewoon naar het werk gaan en 's avonds moeten spelen. En dan denk ik dat je nu in een fase komt waar het wel erg vol is. En voor het publiek is het erg leuk, maar voor de spelers is het best een uitdaging, denk ik, en voor de trainers. Ja, nou, en dan moet ik wel zeggen, voor het publiek is het nog wel met de kanttekening, want het is nu echt enorm veel. Het is die maand april, we spelen 3 april, 6 april, als het 1-1 wordt 7 april. Dan spelen we 9 april, 11. We spelen 11 april, we spelen die zaterdag, zondag, ik ben de data kwijt. En 13 als het 5 wedstrijden wordt, speel je daarna nog. Ja, dat is woensdag. Ik heb berekend, het zijn 7 wedstrijden in 12 dagen. Ja, het is ongelooflijk. En het jammere, zeg maar, voor het publiek en ook voor media, want dan denk ik ook een beetje vanuit tijd voor hoe kunnen we overal aandacht aan besteden, zeg maar. Die laatste de finale reeks, dus om echt het landskampioenschap, is 5 wedstrijden in 6 dagen. Ja. Want dat is van zaterdag tot zondag. Mm-hmm. Dat is op zich best jammer. En ook omdat je een kampioen kan krijgen op woensdag of op vrijdag of op zaterdag of op zondag. Dus dat, ik zie toch liever dat het lekker uitgespreid is. Nou ja, waar je dit jaar heel erg tegenaan loopt, is natuurlijk dat, volgens mij heeft het ook met Olympische Spelen te maken. 28 april moet de competitie klaar zijn voor de mannen. Ja, precies. De heren moeten dus nog 2 weken eerder klaar zijn dan normaal gesproken is het half mei, 15 mei. Dat is nu nog steeds bij de dames zo. En ja, de heren moeten dit jaar 2 weken daarvoor klaar zijn. Ja, daardoor wordt het enorm krap. En ja, er is toch gekozen voor heel veel wedstrijden. Want inderdaad, bij de heren kun je in die derde fase nog gewoon 13 wedstrijden spelen. Ja. Waarbij dames maximaal 7 is en hebben 2 weken langer ook nog. Daardoor wordt het wel heel erg veel op elkaar. En qua belasting vind ik dat ook wel zorgelijk vanuit mijn standpunt als trainer van Sliedrecht. Vraag me wel af in hoeverre dat te doen is als je dan praat over 7 wedstrijden eventueel in 12 dagen. Voor de jongens waar Ruben het net over heeft, die ook overdag moeten werken. Dat wordt wel lastig. Ja, en voor onze 39-jarige diagonaal die we binnenhalen. Want hij vindt de uitdaging wel heel leuk. Maar hij ziet wel een beetje op tegen de wedstrijden iedere 3 dagen spelen. Hoe kijk jij ernaar, Jasper, naar dit finale systeem? Nou, ik vind het ook wel mooi dat je dus ergens om blijft strijden, ook in de B-pool. Dat niet meer gezien wordt van, daar moet je niet terechtkomen. Want dan is eigenlijk het hele seizoen verpest.
Dus dat is wel mooi. Ja, ik denk dat het bijna een overkill is. Dat het ook, het is eigenlijk niet meer te volgen. Zoveel wedstrijden voor een neutrale, nou ja, ja. enigszins neutrale ja. toeschouwer is het eigenlijk niet meer te volgen. Dan is het mooier als het iets uitgespreid is en waarbij het belang elke keer helemaal aangekondigd kan worden van dit wordt een heel belangrijke pot. Want, nou ja, en nu is het zoveel dat je denkt, oké. Okay. Ja, want ik denk dat de knock-out fase heel leuk is. Dat is denk ik echt heel leuk. Geweldig. Dat het echt ergens om draait. Ja, maar je zou ook kunnen zeggen, je speelt bij de mannen bijvoorbeeld in best of three ook de halve finales. Dat is weer 2 wedstrijden minder. Ja. Misschien wel 3 wedstrijden minder. Dus ja, die keuze snap ik dan ook niet helemaal als je al weet dat het programma zo op elkaar moet zitten, dat ja. dan ook die kwart of de halffinale best of 5 is. Dat, ja. dat verbaast me dan wel. En kijk, het grote voordeel van het systeem bij de heren is dat je dus, omdat je meer wedstrijden speelt, de betere teams ook gewoon meer kans gaan maken op om verder te komen of om landskampioen te worden. Ja. En dat is bij de dames, dat voor het neutrale publiek heel erg interessant, maar dat wordt veel meer, ja, loterij is misschien een groot woord, maar ja, als je best of 2 wedstrijden speelt, als je die tweede dag je dag hebt, dan maakt het niet zoveel uit. Punten en dan ben je door. Ja. Precies, dan maakt het niet uit wat je de keer daarvoor hebt. Of laat hem andersom draaien. Als dan een belangrijke speelster even een griepje heeft. Ja, op 1 dag heb je wel een probleem. Dus daar gaan we veel meer verrassingen zien dan bij de heren. En nou ja, voor allebei valt natuurlijk wel wat te zeggen. Maar ik vraag me af in hoeverre daar bewust voor gekozen is.